Hallo reviewvrienden, hoe is het met jullie? Goed? Hoi. Met mij is het ook goed. Jullie dachten na gisteren dat ik een review voor niks deed. Van de man is gek geworden. De man is absoluut gestoord geworden. Zitten we nu naar een kerel te kijken met een doosje waar niks in zit. Dit is het dieptepunt. En het mooiste is, dames en heren, jongens en meisjes, van dieptepunt in je leven. Dat je het trappetje op kan klimmen. En op alles, elk stapje, elk treden in het proces, een hoogtepuntje is. Mooi, hè? Mooi gezegd, hè? Heel filosofisch. Dus niet dat ik daar van tevoren over heb nagedacht, dat het een strategische zet was. Ik had gewoon niks om te reviewen. Geef het eerlijk toe. Goed, we gaan vandaag gewoon weer verder waar we gebleven waren. Wat zit er onder het doosje? Wat heeft Achmed je opgestuurd? Laten we gaan kijken. Zit er wat onder in de vraag? Koek. Koek van Verkade. Verkade is een basismerk. Ja, jullie kennen de term basismerk. Heb ik geloof ik bedacht. Heinz ketchup. Basismerk. Snap je wat ik bedoel? Ja? Koek, Verkade, basismerk. We hadden vroeger thuis Verkade koekjes. Toen Jan nog een Jantje was en aardig om te zien. En ik heb daar geen goede herinnering aan. Weet je waarom? Omdat ik in een gezin leefde waar zout en suiker zo'n beetje verboden waren vanwege mijn zuster, die dat allemaal niet kon hebben. Die kan nog steeds niet zo heel veel hebben, maar dat heeft dan niks met de ingrediënten te maken. Maar wij kregen knappertjes. Knappertjes. Kennen jullie knappertjes? Knappertjes, dat zijn biscuitjes. De meest smakeloze koekjes van de wereld. Kreeg ik. Ik kreeg er hooikoorts van. Het is niet te geloven, knappertjes. En die mochten we dan in de thee dopen. En knappen. Daarmee zo knappertjes. Die dingen zijn zo godvergeet hard. Als je ze breekt, word je knap. Dat waren die saai, zeg. En vrienden van mij die hadden allemaal lekkere vroetjes thuis. En van die likkoekjes. Ik had knappertjes. Ik denk dat wel eens dat de reden is dat ik tegenwoordig zo volgevreten palingvel ben. Omdat ik vroeger zo weinig mocht. En als je dan uiteindelijk wat ouder bent en je mag het zelf bepalen, dat je denkt: kom uitbom, maar ik neem gewoon een lekkere koekie in plaats van een krappertje. Kom uitbom, maar ik neem gewoon twee gehaktballen in plaats van een kleintje. Ik denk dat het is. Het is een soort afzetten tegen je jeugd. Nou, mooi klaar mee, pap, mam. Bedankt. Maar daar gaat het even niet over. Het gaat over deze koekjes. Ik ken deze koekjes niet. Ik ken deze koekjes niet. Ik ken heel veel koekjes van Verkade, maar deze koekjes ken ik niet. Frisse citroen. Frisse citroen, meesterbaksels. En dat is dan een cookie. Ja, met citroen. Neem ik aan. Nu nog rijkere citroensmaak. Nou, huppatee. Knapperig karamel. Verkaas ook in die karamel fuik gezwommen. Nu nog rijkere karamelsmaak. Met een beetje chocolade eroverheen. Nou, dan hebben we hier zijn donkere broer. Nu nog rijkere brownies maken, want dit is een brosse brownie. Met rijke chocoladesmaak. Meesterbaksels. Ik denk dat dit nieuw is, maar misschien is het helemaal niet nieuw. Zo vaak kijk ik niet in het koekvak. Maar ze noemen dit dus meesterbaksels. Van Verkade. Ja, wie ben ik dan om dat niet te testen? Ik ga het maar eens testen. Laten we eens kijken hoe zit het ingepakt. Nou. Dat is ook zo dikke. Dat zit nogal lastig ingepakt. Eens kijken. Ja, komt ie. Ja. Voor u. Bijna. Ik heb hem bijna. Ja. Bijna. Nog niet. Bijna. Ik heb hem. Ja, dat is dan de brownie. Hele tafel onder de rotzooi. Voor één koekie. Ze kunnen het wel inpakken daar, zeg, bij Verkade. Godzame kraken.
Het is bijna niet door een bastonjon van plastic heen te komen. Maar goed dat we kartonnen rietjes hebben. Dit is de karamel. Kijk, ook hartstikke leuk. Meesterbaksel. En de citroen. De citroencookie. Ja, komt die. Zweet het in mijn nek, joh. En een citroencookie. Hartstikke leuk. Ik begin met het citroencookie van de meeste bakkers van Verkade. Waarom? Die lijkt me eigenlijk het lekkerste. Maar ook omdat ik denk dat ik hierna na al dat chocoladegeweld me niet zo lekker voel. Wat is dit voor koek? En wat gebeurt er in het midden? Nou, het is een zandcookie. Wat al alleen bij de cookieafdeling maar citroensmaak. Nu gaan we voor de binnenkant. Ja. Ja, het is een prima zandcookie. En die smaakt wel naar citroen, maar ook niet heel heftig. Beetje. Nu nog rijkere citroensmaak. Smaakt nou eens naar citroen. Heel volgens zich. Karamel meesterbaksel van Verkade. Ja, karamel. Jullie weten hoe ik daarin sta. We gaan gewoon proberen. Kijk. Hier in het midden zit de chocola met eronder karamel. Nou, je hoort me altijd zeuren over karamel. Maar wat gebeurt er hier? Koekjes lekker. Beetje karamel en chocola. Is dat net een Twix? En een Twix is toch ook prima? Ondanks dat ik altijd zeur, is de knapperige karamel goed voor smaak. En dan nog het donkerste paard van stal. De brownie, de brosse brownie. Ja. Dat is natuurlijk een ander soort zandcookie. Daar met de cacao en gesodemieten. Die smaakt wel een beetje naar chocola. Eet wel de binnenkant erbij op. Ja. Chocola. Zandcookie met chocola. Ik ga er toch iets over zeggen. Brownies is een luchtige cake met chocoladeprut erop. Het is een gordroog zandcookie met een reepje chocolade erop gespoten. Het heeft natuurlijk helemaal geen hol met een brownie te maken. Is het een heel lekker chocoladecookie? Eigenlijk niet, valt wel mee. Als dit je meesterbaksels zijn, Verkade, dan zou ik kunnen concluderen dat het er niet heel goed gaat met de club. Hè? Nee, dit wordt gepresenteerd als chique cookies, maar er is eigenlijk geen ene hol aan, als ik dat even mag verkopen zo. Laten we wel wezen. Die nog rijpere citroensmaak smaakt eigenlijk niet naar citroen. De brosse brownies, ja, die zijn voornamelijk bros, maar heeft niks met brownies te maken. Ja, ik moet dan de karamel het lekkerste vinden. Gaat niet goed. Tijd voor de cijfertjes! En het is al heel wat dat er wat onder het doosje zat. Maar of ik er gelukkig van word, dat is een tweede. En nog wellicht een derde, want vond hij ze best. Nee, ik vond hij ze best. Laten we wel wezen. Laat ik gewoon maar beginnen. De brosse brownie van de meeste baksels is gewoon een verschrikkelijk droog zandcookie met een reepje chocola. Hij heeft geen hol met een brownie te maken. En is ook niet echt heel lekker. Het is een beetje het is droog. En de koek smaakt niet echt naar chocola. Die is bitter. En dan een reepje melkchocola. Die kan het niet beter maken. Die geeft mij een 4. Het zandcookie van de frisse citroen van de meeste baksels is goed. Het is een lekker zandcookie. Over de cookie weinig te klagen. Alleen, ze hebben er een heel klein beetje citroen in gesodemieterd.
En hier in het midden hebben ze dan een laagje citroensuiker gedaan, neem ik aan dat het is. Ja. Ja, dat heeft tinten van citroen, maar ook niet echt. Het is gewoon een zandkoekje, maar dat stel je dan niet zo aan met je meeste baksels in citroen. Dat valt heel erg tegen, dat is een 5. En de wonderen zijn de wereld niet uit. Het karamelkoekje, ja, ik krijg van mij een 6. Die heeft gewonnen. Daar zit namelijk wel het lekkere zandkoekje op, net als bij de citroen. Alleen karamel en chocola. Dit is eigenlijk de enige die ja, nakomt wat erop staat. Knapperige karamel. Koekjes knapperig en er zit karamel in. Ja, meer kan ik er niet voor zeggen. Val me een beetje tegen Verkade als basismerk. Dat is alles. Nou, toch. Ja, vieze koekjes.